Tussen de A4 en de Amstel wordt hard gewerkt aan het verbeteren en vernieuwen van de N201. Er wordt zo'n 25 kilometer nieuwe weg aangelegd. Naast een betere bereikbaarheid zijn er nog meer winstpunten. De leefbaarheid verbetert door minder stank- en geluidsoverlast. Ook de veiligheid verbetert als straks de woonkernen van Aalsmeer en Uithoorn vrij van files en sluipverkeer zijn. Het masterplan N201+ is opgedeeld in 7 deelprojecten. Een belangrijk onderdeel van de omlegging Aalsmeer-Uithoorn is een nieuwe tunnel onder de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel van circa 300 meter met een open bak. Omdat het waarverkeer niet gehinderd mag worden, wordt de tunnel in fases aangelegd. In het voorjaar van 2007 is gestart met de omvangrijke werkzaamheden. Begin 2008 zaten alle benodigde damwanden op hun plaats en kon gestart worden met de daadwerkelijke aanleg van de tunnel. Hier zijn we bezig met het storten van onderwaterbeton voor compartiment 2B van de tunnel van de N201. We zijn vanochtend begonnen, we zitten nu ongeveer op 420 kuub. En het is de bedoeling dat hier uiteindelijk 1700 kubieke meter onderwaterbeton in komt. Nou, onderwaterbeton storten is niet bijzonder. Wat wel bijzonder hier is op de N201 is dat we dit onder een hellend vlak moeten storten. En dat er wapeningskorven op de bodem liggen. Het wordt een gewapend onderwaterbetonvloer. Dit is de tweede keer dat we onderwaterbeton storten hier. In januari 2008 hebben we ook al de eerste vloer gestort. Toen ging het om 1900 kuub. Die hebben we ongeveer in 24 uur gestort. Het is best lastig om op een hellend vlak onder water beton te storten. De samenstelling van het beton luistert hierbij heel nauw. Het mag natuurlijk niet te dun zijn, want dan loopt het te snel naar beneden en wordt de vloer niet dik genoeg. Maar ook niet te dik, want dan vloeit het niet. Het beton hier heeft de dikte van een stevige echte soep. Het beton wordt in een lange buis gepompt, waarvan het uiteinde eindigt onder water in de bouwkuip. Een dobber geeft aan wanneer de buis moet worden opgeschoven. Duikers staan paraat om de gang van zaken onder water te controleren. Na het storten brengen we onder water een laag ballastzand aan. Die laag ballastzand is nodig dat de tunnel niet komt opdrijven als we hem over 2 weken leegpompen. Op dat ballastzand gaan we beginnen met het betonbouw. Dus dan worden de wanden gemaakt en het dak en de middentunnelkanaalwanden. Als dat er eenmaal staat, hebben we voldoende massa dat het zand er weer uitgehaald kan worden.